Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein. En ken jij toevallig de bekende photoshopper James? Ja, tegenwoordig door het internet is het mogelijk om op heel veel verschillende manieren bekend te worden. En James is bekend geworden omdat hij een eigen Instagram page heeft, waarin hij zijn behendige Photoshop skills aan het werk laat. En wat hij doet is, hij accepteert foto's en verzoekjes van mensen die iets willen veranderen aan een foto, zodat ze er beter op staan. Of er staat misschien iets op die foto dat ze weggehaald willen hebben, zodat de foto bruikbaar is. En in plaats van die mensen dan echt te helpen, doet James er meestal iets hilarisch mee. Bijvoorbeeld, deze jonge man, deze jonge knaap, die wil graag langer zijn dan zijn vader. Dus doet James. Hij knipt die vader doormidden, zodat die jongen langer is dan zijn papa. Niet echt bruikbaar meer die foto, maar wel hilarisch. Een ander verzoekje was bijvoorbeeld van deze dame, die heel graag wilde dat de gordel op de foto verwijderd werd. Dan kon ze hem gebruiken op Instagram. Leuk! Wat doet James? Hij haalt inderdaad de gordel weg. Alleen hij geeft tegelijkertijd een enorme bult op haar voorhoofd. Allemaal redelijk onschuldig en best wel grappig om naar te kijken. Dus ik zat daar doorheen te scrollen. En lekker aan het grinniken terwijl ik dat deed. Maar opeens stuitte ik op zijn meest recente foto. En bij die meest recente post van James had een meisje een foto ingestuurd waarbij ze op een schommel zat met de volgende tekst erbij. Ha James, ik ben gek op je werk, het is hilarisch. En jou kennende krijg je het volgende berichtje waarschijnlijk ontzettend vaak en doe je het waarschijnlijk niet, maar ik probeer het toch. Oké. Ik worstel om met mijn gewicht sinds ik 7 jaar oud ben. Ik heb alles geprobeerd om gewicht te verliezen. Gesport, gezond eten, oefeningen gedaan en pillen geslikt. Echt alles. Maar ik blijf nog steeds, dik. Kun je me alsjeblieft dun maken? Dat zou ik zeer waarderen. Ik wil gewoon een keer zien hoe ik eruit zou zien als ik knap zou zijn. Dankjewel, hartje. Toen ik dit las, was ik wel even stil. En de woorden die zij gebruikt om te zeggen van, ik ben op dit moment niet knap. Ik vind mezelf niet mooi. En ik zou een keer willen zien hoe ik eruit zou zien als ik wel knap was. En als ik wel goed genoeg was voor mezelf. Die raakte me. En des te meer was ik ontroerd toen ik de respons van Jamie zag op haar bericht. Dat was namelijk dit. Dun zijn betekent niet per se knap. Laat de worsteling om je gewicht te verliezen niet al het plezier uit je leven zuigen. Blijf actief, eet gezond en sta jezelf toe om gelukkig te zijn met wie je precies nu bent. In plaats van dat Jamie hier iets grappigs mee deed en haar inderdaad dun probeerde te maken of whatever, liet hij haar zien dat het oké is wie ze nu is. Hij probeerde haar te helpen door middel van zijn reactie. En wat hij daar zegt is zo ontzettend waar. Iedereen in deze wereld is wel onzeker over iets. Maar het grote verschil tussen sommige mensen is dat er zijn mensen op deze wereld die hun leven laten belemmeren door hun onzekerheden. Ze ervaren hier gigantisch veel negatieve emoties door en ze laten zich tegenhouden door die onzekerheden om echt een gelukkig leven te leiden. Terwijl andere mensen ook wel onzekerheden hebben, maar nog steeds glunderend door de wereld heen gaan en zich er amper bewust van zijn. En zelfs als ze nadenken over die onzekerheden, denken ze van ja, zo is het. Ik kan er niks aan doen. Ik probeer de best mogelijke manier mee om te gaan en ik ga door met mijn leven en ik laat mijn geluk er niet door beïnvloeden. In deze video wil ik jou helpen om over jouw onzekerheden heen te komen. Ik krijg namelijk dagelijks berichten van mensen die zichzelf te dik vinden of zichzelf te dun vinden, niet slim genoeg vinden, niet knap genoeg vinden, misschien wel niet sociaal genoeg. Ze vinden zichzelf te introvert of ze vinden dat ze niet goed kunnen flirten. Ik krijg moeders bij me die zichzelf niet meer aantrekkelijk vinden voor mannen omdat ze denken van ja, ik heb nu 2 kinderen en al een gezin, dus welke mannen zijn er nog geïnteresseerd in mij? De meest gekke dingen krijg ik af en toe bij me. En wat jouw onzekerheid ook is, er zijn altijd 2 dingen die je wilt doen. Het eerste ding is dat je wil accepteren wie je nu bent. En dat tweede ding is dat je altijd aan jezelf wil werken. Matthijs, maar die 2 spreken elkaar toch tegen? Ik bedoel, als je jezelf moet accepteren en gelukkig moet zijn met wie je bent,
en tegelijkertijd aan jezelf moet werken, dan klopt dat toch niet? Want dan zeg je eigenlijk dat je nog niet goed genoeg bent en daarom moet je aan jezelf werken. Dat lijkt misschien zo, maar deze twee dingen gaan perfect samen. Ik wil niet dat jij aan jezelf gaat werken omdat je niet goed genoeg bent. Dat is een strijd die je nooit gaat winnen. Er is namelijk altijd wel iets aan jezelf waar je onzeker over kan zijn en waar je het gevoel van kan hebben van dit kan nog beter. Nou, normaal als je jezelf gaat vergelijken met andere mensen, dan is er altijd wel iemand die knapper is, die sneller is. Als jij eens een public speaker wil zijn, is er altijd wel iemand die al voor een groter publiek staat. Als jij een zanger wil zijn, is er altijd wel een zanger die al meer succes heeft dan jij. Er is altijd wel iemand die het beter heeft dan wij. En op het moment dat we ons daarmee blijven vergelijken, is dat een strijd die we nooit kunnen winnen. En juist al die dingen, al die eigenschappen die jij als mens hebt, waar je misschien onzeker over bent en andere dingen waar je juist heel trots over bent, dat is wat jou uniek maakt. Dat is wat jou mens maakt. En je wilt niet aan jezelf werken, omdat je nu, hier vandaag, hoe je nu bent, dat dat niet goed genoeg is. Maar je wilt werken aan jezelf uit liefde voor wie je bent. Omdat je het beste met jezelf voor hebt. Omdat het goed voelt om te groeien als persoon. Omdat je jezelf wil uitdagen en wil kijken wat de wereld en de liefde je allemaal te bieden heeft. Werk aan jezelf omdat het leuk is om jezelf te verbeteren. Ja, maar Matthijs, ik kan dat toch helemaal niet? Wie zegt dat? Wie zegt het dat jij niet kan veranderen? Dat jij niet in staat bent om te groeien als persoon? Na het coachen van honderden mannen en vrouwen kan ik je vertellen dat er maar één persoon is die jouw belemmeringen oplegt. En dat ben jezelf. Om je een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Ik heb jarenlang tegen mezelf gezegd dat ik verschrikkelijk ben met taal en dat ik nooit een fatsoenlijk stuk zou kunnen schrijven. Ik ben namelijk dyslectisch. Dus vanaf jongs af aan heb ik altijd zoiets gehad van taal, daar ben ik slecht in, dus daar wil ik niks mee te maken hebben. Dit is iets waar ik niet goed in ben en dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Pas toen ik erachter kwam dat ik mijzelf voor de gek hield en dat ik wel degelijk in staat ben om veel beter te worden in taal. En ik zal nooit een taalkundige worden. Het is nog steeds zo, vaak zo dat ik foutjes maak en noem maar op. En taal doesn't make sense for me. Ik snap het nog steeds niet goed. En ik vergeet gewoon letterlijk, mijn brein vergeet gewoon letterlijk af en toe hoe ik een woord moet schrijven. En dan moet ik het opzoeken en noem maar op. Dus ja, ik heb een achterstand ten opzichte van andere mensen. En daar kan ik niks aan doen. Maar ik heb wel een keuze of ik dit de rest van mijn leven een stempel laat drukken op mijn leven. En dat zou dus betekenen dat ik bijvoorbeeld geen artikelen voor mannenbrein zou durven schrijven. Of ik accepteer het zoals het is. Ik accepteer dat ik dyslexie heb en ik accepteer dat mijn taal nou eenmaal een klein beetje een achterstand heeft ten opzichte van de meeste mensen. Maar desondanks dat ga ik er alsnog alles aan doen om mijn taal te verbeteren en in ieder geval mijn dromen waar te maken en die artikelen te schrijven en dat advies op deze manier de wereld in te brengen. En dat is waar het om gaat. Want zoals het meisje die James een foto stuurde, waarin zij dus vertelde dat ze zichzelf te dik vond, wil zij eerst accepteren wie ze nu is en liefde voelen voor wie ze nu is. Ze wil beseffen dat ze nu al waardevol is en dat ze genoeg is. Wil ze tegelijkertijd iets doen aan haar overgewicht? Natuurlijk wil je dan alsnog alles eraan doen om te verbeteren. Maar dit doe je uit liefde voor jezelf. Dit doe je omdat je misschien gezonder wil leven, omdat je weer wil sporten, omdat je lekkerder in je vel wil zitten. Dat zijn gezonde redenen om actie te ondernemen. En wat je nooit wilt doen, is zeggen dat je pas gelukkig mag zijn als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En dat is een strijd die je nooit gaat winnen, want die voorwaarden schuiven altijd op. En mensen die er goed getraind in zijn, die zullen nooit leren om genoegen te nemen met wie ze nu al zijn. Kijk, ik train al jaren vrouwen en mannen in hun liefdesleven. En wat ik keer op keer zie, is dat dit soort belemmerende overtuigingen hen tegenhouden om echt te genieten van het leven. En als jij er klaar mee bent om dit soort belemmerende overtuigingen jouw leven te laten beïnvloeden en te laten denken dat je niet goed genoeg bent, niet sociaal genoeg bent, niet knap genoeg bent om de man van je dromen te ontmoeten, dan heb ik iets speciaals voor je. Ik heb namelijk een rapport voor je geschreven waarin ik je vertel over de 3 schakels in het mannenbrein. In dat rapport leer ik je precies hoe jij de man van je dromen kan ontmoeten, hem verliefd kan maken en hem verliefd kan houden. Ook dit is voor jou weggelegd.
Want ondanks dat je nu misschien een overtuiging hebt over jezelf van ja, ik verdien dat toch helemaal niet. Of dat is niet voor mij weggelegd. Kijk eens naar mijn leven. Ik heb al zoveel pech gehad. Dat zal allemaal best. En dat mag je accepteren. Maar weet gelijkertijd dat je er ook aan wil werken. En dat je die overtuiging kan overwinnen. En dat het wel degelijk mogelijk voor je is. En om jou daarbij te helpen, heb ik dit rapport voor je geschreven. Als je dat rapport wil, kun je hem downloaden hieronder in de beschrijving. Alsjeblieft doe dat en besef je dat die overtuigingen die jij over jezelf hebt, niet de realiteit zijn. Accepteer wie je bent en werk alsnog hard aan jezelf uit liefde voor jezelf. En niet omdat je niet goed genoeg bent. Download het rapport. Als je direct het rapport wilt downloaden, kun je ook gewoon hier klikken op deze link. Dan zie ik je daar. Tot zo.